Hooggeëerd publiek, is allen welkom. Dat is een beetje wat ik altijd hoorde in het circus. Het circus was altijd het dijkje hier naast. En je ziet dat het circus mij behoorlijk heeft beïnvloed. Dan zie je mijn broek. Hè? Het circus was altijd bijzonder. En eigenlijk is het theater zonder publiek. Het is geen circus, maar publiek is belangrijk. Zonder publiek geen theater, zonder mensen die spelen ook geen theater. Dus welkom bij de show en het is instant composing. Waarom heet het instant composing? Instant composing is zoiets als componeren en ter plekke. Dus je bedenkt iets. Ik heb al een aanzet gegeven met deze loop. Ik ga straks allemaal uitleggen hoe ik dat maak. Ik heb iets neergezet, als ik hem uitzet is het weg. Dan is er geen loop meer, het is gewoon ter plekke bedacht, instant. Ik heb deze show gaan we samen doen, fantastische pianist. Ik noem zijn naam als Jan Veenje, dat hebben jullie allemaal gezien natuurlijk op het, bij de aankondiging. Jan Veenje is een klassiek pianist, hij is een waanzinnige goede pianist die ook goed kan improviseren. Ik hou er zelf ook van, ik doe maar wat. Ik zet iets aan en vervolgens ontstaat er muziek, instant composing. Hij is vanuit de klassieke hoek, ik denk ik moet stokken meenemen om het een beetje subtiel te houden, die heb ik bij me. Dat is ook belangrijk. Dus, verder is het zo dat ik de jongens van de techniek, die gooi ik eigenlijk ook voor de leeuwen, want die weten bij God niet wat er komt. Dus Job, Arjo, Dick, Ron, mijn drummaat, die altijd zorgt dat de boel goed staat. Iedereen wordt voor de leeuwen gegooid. Dit is een foto van Robert Westra. Eigenlijk zegt die auto, wij zitten in een auto, we weten niet waar we naartoe gaan. Instant composing. Jan, kom erbij. Geef hem een ongelooflijk applaus. In de halse Jan Veenje. En wij gaan beginnen. En we zien hoe het gaat. Dank u wel.
Welkom. Oh, doet u het wel? Hoort u mij wel? Ja. Welkom. Fijn dat u er bent. Hoe vond u dit? Wat u zegt, ik vond niks, dan wordt het een taaie avond voor u. Want er komt nog veel meer van. En wat het wordt, weet ik ook niet. En vandaar ook dat Jan vast iedereen bedankt. Want er is totaal niets afgesproken. En wat er net gebeurde, ik vond het erg meevallen. Het belangrijkste is dat ik weet dat er een soort toonsoort te herkennen valt. Kijk, als hij trommelt, hebben we geen last van. Maar als hij met toonsoorten gaat zitten rommelen, dan gaat het wringen. Maar goed, dat ging ook goed. Kortom, in alle eerlijkheid, wij weten niks. En u mag ook mee bepalen wat we gaan doen, soms. Ik weet niet, Jan vindt alles goed, geloof ik, hè? Ja. Hij hoort mij ook niet. Dus zo gaat het de hele avond. Er is geen structuur, er is geen programma, er is niks. En we gaan gewoon spelen en we weten niks. En nou, ik wou u er nog wel op wijzen dat wat hier vanavond gebeurt, dat bijzonder knap is. Want als je dat er niet bij zegt, dan heb je geen waardering ervoor. Dus u moet het er echt even zeggen. Bijzonder knap. Maar het moet wel lukken en dat is niet altijd het geval. Dus als het lukt is het feest en anders dan jammer dan. Zo gaat het dus de hele avond door. En als Jan nog wat moet inregelen, praat ik nog even door. Het volgende stuk, heb jij een idee over? Ja, ik leg wel iets neer. Hij legt wat neer. Dus het volgende stuk begint... Oh.
vond u deze? Ging die goed? Oh, heel blij om. Want was, wat het heel zwaar vanavond. Het ging ook niet zoals gepland, dus het was trouwens ook geen planning. Het ging, achteraf kunnen we misschien beter steeds zeggen wat we gedaan hebben. Daar kan ik er ook over meepraten. Wat deden we eigenlijk? Zo'n groep is en ik denk, dat ga ik een beetje in die trends ook een beetje dat soort bezig rond. Dus... Verstaat u hem wel? Yeah. Oh, ik heb een zo'n ding. Ja, dat maakt niet uit verder, want er komt niet veel zinnigs uit, maar het, misschien dat... Hartstikke, daar ben ik weer. Kijk eens, luisteraars. Oh, ik ben zo blij dat hij erbij komt. Ja. Voor de structuur. En dan zit ik dus te denken, denk ik, past hier een... Kijk, ik heb dit is grappig, die gebruikte ik. Even kijken waar ze zaten. Ik heb allerlei narigheid erin zitten. Nou, Siberisch. Dit zijn Siberische stemmen. En ze waren van mensen uit Nivsk. Die spreken Nivsk. Ja, nu spreek ik dan niet vloeiend. Klein, heel klein beetje. Maar, nee, maar dat gaat over dat een rat het oortje van een babytje afbijt. Nou, dat, lekker. Ja, dat is heel anders dan in de als, hè? Ja. Oh ja, dat zegt... En dan zit ik dus te denken, waar kan ik het in proppen? Weet je? Of nou, proppen? Bij Jan... Erin drukken, ja. Bij in doen. Ja, nou goed. Maar het mooie was wel dat het eindigde, want Jan die bepaalt dan dat het mooi genoeg is. En dan zegt hij van, kijk, het is mooi geweest. En dan komt dus, en dan komen die Eskimo's erin. En dan, maar het wel in één keer, Siberische Eskimo's, dan komt in één keer wel dat het in de goede toonsoort eindigt. Dat is dan weer geluk ook weer, hoor. Maar dat moet ik zeggen, die oren van, dat is geen gouden oortjes, hè, dit. Dat wil ik ook die... even kwijt. Dat is allemaal moeten, anders kom je er niet door vanavond, hè. Nee, maar, en Jan, dat is ook weer leuk om te zeggen, Jan is de enige drummer die meedenkt. Dat is ook wel weer mooi. Dus als je speelt en je bent zat, ik ga wat anders doen, een drummer hakt altijd rechtdoor. Die is de baas. En Jan is de enige... Ik doe dat thuis. Okay. Wat gaan we nou doen? Nest zit hier, hè? Nest hier. Waar zit de Nest? Waar zit ze? Ja, goed. Waar zit de baas? Nest, ja, oké. Is het leuk dat ik even uitleg hoe ik loops lekker maak? En Jan, want daar heb ik bijna handjes voor nodig. Zou jij mij kunnen assisteren met deze mark? Dus ik maak loops op mijn dus instant loops, gewoon die ter plekke bedenk. Daar heb ik een apparaatje voor en dit zijn elektronische pads en er zitten geluiden onder. Maar die geluiden kan ik wisselen. Hier zit een apparaat waarbij al die geluiden in zitten. Dus, oh ja, kijk. Er zit van alles in. Het is hetzelfde trommeltje. Hetzelfde trommeltje. En dan denk ik, oh, dat klinkt zo, maak ik weer een ander dingetje. Hup, op die. Kijk, even doen. En dat lijkt onzin, maar omdat ik ze orden, wordt het wat. Kijk, als je dit hoort, ja, moet je ermee. Maar. Of dan denk ik. Er zitten er 400 in, dus ik ken ze niet allemaal precies, maar bijna allemaal wel. Dat is wel. En nu heb ik hier een apparaat, of nou heb ik voetpedaaltjes staan, dat zie je allemaal niet, maar dat doe ik met mijn voeten dan, terwijl ik drum. Ah. En dan ga ik dus, trap ik iets in, dus stel ik maak... Even, kijk, all the swinging seven DJ's are gonna be there. Kijk, nu maak ik bijvoorbeeld even... Maak even een transi loop nu. Of een loop die een beetje transi is. Dan trap ik dat hierin terwijl ik speel. Dus ik... En die vogel hier, die panner hierin zit, die onthoudt wat ik doe, hè. Ik moet wel precies netjes trappen, want anders worden de benden. Kan ik overheen leggen. De swinging seven DJ's are gonna be there. Dan denk ik, weet je wat? Even wat handpercussie erbij. Bij twijfel haal ik het volume weg. Zit er ook een apparaat, een pedaal? Ziet ook niemand? Dat heb ik wel. Hoppa! Zie, zo werkt looping. Ik moet zeggen, daar moet je een beetje handig in worden. Anders moet je het niet doen. Kun je hem vasthouden? Oh ja, goeie. Jan, ga eens. Nou, dit is looping. Zijn er vragen? Geen vragen? Het is niet door te komen wat je zegt. Ik heb het niet begrepen. Oké. Maar dat willen we ook niet weten. Goed.
Gaan we nog meer vertellen of wat spelen nog? Ik stel voor dat jij ik ga spelen. Het tapijt neerlegt. Helemaal ik leg het tapijt neer, moet je nagaan. Heb je er zo hard voor gestudeerd? Ik ga het tapijt neerleggen. Ja. Want we hebben geen structuur, dus u moet even zeggen als pauze is, dan moet u zeggen stoppen, hè? Dan gewoon gaan klappen.
Ja, je moet zelf doen waar je zin in hebt, jongen. Ik weet het niet. Wat ook nog leuk is, want jij gaat doen wat je wil, uiteraard. Maar gelooft u wel dat het echt is? Want als u dat nou niet gelooft, dan zullen we nog de joker in kunnen zetten. Dat u zegt van, nou, doe het nog maar een keer, maar dan moet dat thema er doorheen. Want dan kun je namelijk niet stiekem voorbereiden. Dus het is een goochelaar van u de, zeg maar, de hoge hoed meeneemt. En hij niet zelf. Dus als u zegt, nou, doe daar eens wat mee. Niemand? Oké, nou dan kunnen we gewoon zelf iets bedenken. Maar het mag best. Als u zegt, ik heb iets wat niet al te moeilijk liever. Iets eenvoudigs. De wie? Ja, dat is al bijna te moeilijk. Iets heel eenvoudigs. Wie? Saturday Night, Lion King. Vader Jacob, nou, we zijn er. Vader Jacob, Lion King, dat is hem. Oké. Okay. Dit is ook het laatste nummer, namelijk. Dit is pauze ernaar.